Hey Albert, het volgende lied wat we gaan zingen. We hebben allemaal, denk ik, wel liederen in ons leven die zo nu en dan oppoppen. Dit is er volgens mij ook weer een, hè? Ja, voor mij echt een bijzonder lied wat twee keer op een bijzondere manier in mijn leven is gekomen. Eerste keer? Nou, toen was ik 14. Heel serieus een nerd van 14. Je bedoelt heel serieus met geloof, of? Ja, heel serieus met de Bijbel al bezig. Ik had zo'n Statenvertaling Bijbeltje, helemaal bijna onderstreept. Heel erg bezig met wat het moest gaan worden met mij en de Heer en de wereld. En toen nam mijn vader Niek en mij mee naar Engeland. Mm-hmm. Op een trip naar Canterbury. Want hij ging daar wat studenten bezoeken waarvan hij dan weer de mentor was, geloof ik. Nou, in ieder geval onderweg belanden wij in de catacomben van de kathedraal van Gent in Vlaanderen. Ja. En daar was toen net een hele mooie vesper bezig. Dus zo'n doordeweekse avonddienst. En ik weet nog wel, we kwamen binnen. Het was helemaal zo kaarsverlicht. Echt zo'n kelder in zo'n oude kathedraal. Ja. En daar zongen ze het liedje. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. En hij sloeg in als een bom bij mij, weet ik nog wel. Wauw. In stilte, hè. Volgens mij heeft niemand het gemerkt. Maar dat liedje heeft mij zo aangegrepen. Ik weet niet meer precies waarom. Nee. Maar jaren later was ik bij New Wine geweest, zo'n conferentie. En daar gingen altijd mensen zo vooraan voor je bidden, weet je wel. Dat vond ik toen nog heel eng. Maar mensen daarvan die spraken mij aan. En daar heb ik later toen mee afgesproken thuis, bij hun. Want zij wilden mij eens even lekker doorbidden. Ik dacht... Ja, doorbidden, je hebt het nodig? Of wat, ja, wat? En ik voelde ook zelf dat ik het nodig had. Ja. Ik was volwassen aan het worden. En ik vond het ook best wel ingewikkeld en moeilijk. Ik voelde me ook best wel eenzaam vaak. Okay. En toen hebben zij voor mij die middag heel fijn gebeden. En toen kreeg die man een lied op zijn hart, zei hij. En dat was dat lied. Nee. Ja. De Heer heeft mij gezien en onverwacht. Er is maar één gezang uit het hele gezangenboek waar ik echt wat mee heb. En dat is dus die. En die zei die gewoon. Ik weet niet wat nummer het is. Maar wat denk je dan? Is het dan ook dat God je dan op zo'n moment ziet? Ik voelde me echt bij mijn lurven gegrepen en gezien. Helemaal. Want ik heb soms best de neiging om te denken dat mensen van mij houden omdat ik iets doe of omdat ik iets kan. Ja. Maar niet per se om wie ik ben echt. Volgens mij heeft iedereen die angst ten diepste, toch? Dat iedereen van jou houdt vooral om wat je hebt en wat je kunt. Ja. Maar niet per se om wie je echt gewoon kaal bent. Met al je irritante kantjes. Ja. En het voelde toen zo mooi dat God tegen mij zei, ja, je mag er helemaal wezen. Ik ga je helemaal... het is gewoon goed. Brassen, jongen. Dankjewel. Heb je gezien. Dankjewel. Je gaat voor ons spelen. Ja. Dankjewel, man. Ja. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt hij steeds met stille overmacht. En zo neemt hij voor lief mijn onvermogen. Hij doet met ons, hij gaat ons in en uit. Heeft in zijn handen onze naam geschreven. De Heer wil ons bewonen als zijn huis. Plant als een boom in ons zijn eigen leven. Wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid. En wat wij zijn, hij heeft het ons gegeven. Geeft uit uw beminden in de slaap. Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt. Zoals de regen neerdaalt in de bomen.
als de wind, wie weet waarheen hij gaat. Zo zult gij uw beminden overkomen.